Stijn Ter Linge en ik ben zelfstandig communicatieadviseur, al een jaar of 7 à 8. En dat was ik ook voor Jan van Zanen aan het begin van deze eeuw. Hij was toen wethouder in Utrecht en kwam een keer echt luid roepend en schreeuwend uit zijn kamer met een krant, het Utrechts Nieuwsblad, in zijn hand van: kijk nou wat Kees Wennekendonk voor mij gemaakt heeft. En ik weet nog steeds niet of hij er nou heel blij mee was of niet. Hij heeft later die tekening wel gekocht van Kees, dat weet ik. Maar toen dacht ik wel van, hé, interessante tekenaar. Mooie tekening. En toen had ik nog heel jonge kinderen, dus het speelde toen helemaal niet. Maar later, toen een van de kinderen 18 werd, toen kwam ik Kees wel vaker tegen, ook in de stad. Omdat ik hem ook een keer geholpen heb bij de overdracht van zijn tekeningen die in het Utrechts Nieuwsblad hebben gestaan, naar het Utrechts Archief. En toen dacht ik van, toch leuk als mijn oudste dan 18 wordt, om haar een portret cadeau te doen van Kees Wennekendonk. En toen dacht ik, toen dat gebeurd was, van ja, dat kan ik eigenlijk niet alleen bij deze laten. Dan vind ik eigenlijk dat alle kinderen, als ze 18 zijn, dit cadeau zouden moeten krijgen. Dus toen zijn we ook een overeenkomst aangegaan, dat is een belofte van Kees, dat hij tot en met de laatste, die dan 18 wordt, en dat is pas over 4 jaar, dus dat betekent dat we nog even door moeten, dat hij alle kinderen die 18 worden een portret van maakt. En we hebben er nu al 3, ik ben daar heel groots mee, heel bijzonder ook. De oudste Eline, Jules en Margarita. En ik kan ook wel zeggen dat, zeker bij de middelste, bij Jules, die is vorig jaar gemaakt door Kees Wennekendonk. Toen ik die voor het eerst zag in de studio van Kees, toen dan moest ik echt wel even een traantje wegpinken. Omdat die zo goed getroffen was. De oogopslag, een beetje een verstilde blik. Dus Kees weet echt dat portret te vangen op een manier zoals ik dat zelf bijna niet eens zou kunnen in een foto. Dus dat vond ik heel bijzonder. En dat is bij de andere portretten eigenlijk ook aan de hand. En de komende 3 die nog ernaast komen te hangen, moeten we wel een plek maken in de kamer. Zal dat zeker ook het geval zijn.